Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijk, van hier heeft even een nieuwe aflevering van TikTok en Nobody Exposed weer samen met Mark. En we gaan snel beginnen met Fair Game. Yes, yes, yes. Zo, dat was een intro in 3 seconden. Ja. Volgende keer in 1,5 seconden. Yo, kijk, van hier even, dan ben ik nu alweer van TikTok en Nobody Exposed. Zo snel genoeg? Nee. Ik zie sowieso dat ik een button heb. Oké, button. Zullen we daar gewoon mee beginnen? Oké, wat staat erop? En wat hold, is de kleur? Hij is wit. Hold en wit. Hold en wit. Hold en... If the button is red en het is hold, nee. Detonate, nee. If the button is white. Is er een indicator met een label met het woord car? Dus gewoon een autobahn in een Engels. Oké. Daar gaan we eens even kijken. Nou, gewoon de button vasthouden. Dan kijken wat voor streep het geeft. 5 in any position. Oké, dan heb ik dus een schermpje met die. Zo'n groot schermpje met 4 cijfers eronder en in het scherm staat een getal. Oké, die. Memory. See, wat staat er als eerste? Een 2. Press the button in the second position. Wacht even. Positie en button. In de tweede positie? Ja, in de tweede positie, ja. Oké, dan. Dan heb ik een 4. Press the button in the same position as you pressed in stage 1. Dus in de eerste. 2, 4. Dan heb ik een 1. Press the button with the same label you pressed in stage 2. Label, dat was 4, dus dat is 1, 4. Heb ik er 2? Press the button. Press the button in the first position. Oké, dus 1, 3. Nog eentje. 4. Press the button with the same label you pressed in stage 3. 3. Dan. Oké, die heb ik nog een keer. Ik dacht die nog een keer had, maar nee. Ik heb nu met die 4 knoppen. Met die 6 knoppen. En 1 woord in het display. 6 knoppen en een woord. Die knoppen staan in woorden. Oh, met die display. Who's first? Oké. Lead staat erop. Er staat dus lead. Even kijken. Want. Oké, er staat dus lead met L-E-A-D, als het goed is. Ja. Using this button label, use step 2, determine which button to push. Wacht even hoor. Ja, neem vooral alle tijd, we hebben nog 2,5 minuut. Wat staat er rechts onderin voor woord? No. Kijk, using the label from step 1, push the first button that appears in its corresponding list. Oké, er staat dus no in. Ga even hoor. Ik begin dit een beetje te zien. Based on the display, read the label of a particular button and proceed to step 2. Nou, daar staat dus no in, rechts onderin. En... the first button. Oké. Staat er in no, staat er dan blank? Nee. Nee. Dus u, hahaha. Wait. Nee. First. Nee. What. Nee. Ready. Nee. Right. Nee. Yes. Ja. Oké. Next. Your. Dus J of Grieks I, O, U, R, of niet? Ja, your. Hoe moet je het anders schrijven dan? Oké, wat staat aan de rechterkant in het midden? Hold. Oké, hold. Zien, wat staat er bij hold? You are. Nee, is dat er? Dat had ik wel. Maar jij zei you are. Er staat een DR bij mij. Staat dat in de tweede ding? Staat in het display, maar je hebt nog maar 30 seconden. Nou, ik weet niet of we het gaan halen. Nee, ik zat er opnieuw.
Beam. Maar je hebt echt gewoon heel lang over die uitleg gedaan om te lezen. Ja, ik snap er nu niet. Ik snap de weg niet. Terwijl die heel simpel is. Ja, het is wel heel simpel, maar ik moet even lezen wat er staat. Wat heb je als eerst? Volgens mij heb ik, hoe heet dat? Ik heb een hele nieuwe. Oh god. Oh, met die sterretje en lampje en kabels. Oh, sterretje en lampje. Complicated wires. Look at each wire. There's an LED above the wire and the space for a sterretje symbol below the wire. Mag ik die even nog eens voorlezen? Oké. Okay. Er zit een sterretje, een lampje en hij is rood met oranje. Dus hij is rood met een lampje en hij is oranje. Of en een sterretje. Oké, okay, waarom not... Iets. Oké, okay, even zien. Nou, hij heeft dus een sterretje en het lampje staat aan. Ja. What the fuck? Deze gaan we niet meer halen. Je hebt er al een minuut over gedaan. Ja, want ik begrijp het helemaal niet hoe je dat moet doen. Je moet die cirkels moet je volgen. Alles wat in die cirkel staat, moet je oplezen. Dus als je die gestippelde en rechte lijn, dan moet je dus in die gestippelde en in die rechte lijn echt in je rechte cirkel hebben. Ik heb een button. Oké, okay, je hebt een button. Hij staat press op. Width and press. Oh, laat maar, ik heb morsecode, dat begrijp jij niet. Nee, dat begrijp ik al helemaal niet. Nee, dan kan ik wel zeggen wat je moet doen, maar dat begrijp jij niet en dan schieten we nog niet op. Nee. Zucht. Die eerste was zo makkelijk, die hadden we gewoon kunnen halen. Oké, okay, ik heb weer die display waar die letters in staan met die 6 woorden. Oké, okay, daar sta ik nou. Er staat CEE, Cornelis Eduard Eduard. Oké, okay, wat staat er rechts onderin voor woord? Ready. Ready. Oké, okay, staat er yes? Nee. Oké. Okay. Nee. What? Nee. Middle. Ja. Oké, okay, next. Wacht even. Hold on. Hold on. Wat staat er rechts onderin? Blank. Blank, blank, blank. Blank, blank, blank. Waar sta jij? Staat er wait? Ja. Oké, okay. Next. C. Gewoon C, oké. Okay. Wat staat er rechts? Bovenin. Next. Nee, U. U. Gewoon een U, oké. Okay. Nee, Griekse I, O, U. U. Oh, oké. U. Staat er... Sure. Wat? Sure. Nee. You are. Nee. Your. Nee. Your met eetje erachter. Nee. En een... Oké, okay, next. Ja. Oké, okay, nu heb ik dus die kabels met die 1, 2, 3, A, B, C. Oké, okay, dus... Hij gaat blauw naar B. Blauw naar B, even zien, blauw naar B. Ja, knip. Oké, okay, volgende. Zwart naar C. Knip. Zwart, B. Niet knippen. Blauw, C. Blauw, B trouwens. Blauw B, niet knippen. Rood C. Knip. 8, rood C. Rood C, nee, die moet je niet knippen. Rood B. Knipt die ook niet? Oh. Vond knip. Zwart B. Zwart B, knip. B, zwart. B, zwart, niet knippen. Blauw C. C, niet knippen. Oké, okay, Dolhof. Dolhof, oh god. Even zien. Oké, okay. Leg maar uit. Wat staat er allemaal in schermpje? 6, van links naar rechts 6. En dan 3 naar beneden is het witte blokje. Is het wit? Dan 3 beneden. Dus van boven rij moet je dus meetellen.
Oké, even zien. Dus die staat helemaal rechtsin als het is. Ja. Oké, En op rij 3. En dan eentje naar links vanaf daar is een groen rondje. Is een wat? Groen rondje. Eén links ervan. En dat is dan niet met die cirkel, of wel? Ja, dat is de cirkel. Dat is die cirkel. En waar jij staat is dus de zesde op de derde positie, oké. Dat is de driehoek, toch? Wat? Dat is de driehoek, toch? Waar ik sta? Ik weet niet wie ik ben, hè? Dat moet jij uitleggen. Ja, maar waar staat de andere cirkel dan? Die staat, even zien, 1, 2, 3 en 4 naar rechts. En dan op de onderste positie, onderste rij. Oké, en jij stond dus naast die ene die op de vijfde positie op de derde laag zit, of niet? Oké. En waar moet je naartoe? Naar de driehoek, toch? Ja, naar die staat op de 1, 2, 3, 4, 5, 5 naar rechts. En dan op 1 naar onderste rij. Dus op rij 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ga naar onder. Ja? Naar onder. Dus als het goed is, zit je nu helemaal in de hoek. Ga verder. Dan 4 keer naar links. 1, 2, 3, 4. Dan 1 keer zo omhoog. Ja. En dan mag je als het goed is helemaal naar rechts. Dan, boom. Boom. Tijd is op. Had je nog een module dan? Ja, 5 modules. Oef, en we hadden er maar 3 gedaan. Ja, dan kun je zien hoe hard ik aan stress was de vorige keer. Nog een poging. Morsecode zit hierin. Dat weet jij niet. Oh, help. Nog een keer laden. Yay. Dus Mark, alles moet een tikje sneller. Ja, nee, dat begrijp ik. We gaan woorden maken. Woorden? Huh? We hebben 5 letters. En een bot met een submit. De wachtwoord, oké. Waar staat die? Oh, die staat hier. Even zien. Hoor, moment. Oké, welke letters heb... Of wat staat er nu op de eerste positie? Oké, kun je in de tweede een B krijgen? Nee. Dan of een F? Op de eerste. Oh, wat? Want ik heb nog wat meer dan woordje. Ja? Heb je een F? Nee. Een G? Wallig? Nee. Oké, wat is de volgende letter die je hebt? Een P. Oké, P. Kan ik daar iets mee? Staat er in de... Tweede, een L? Nee. Een O? Ja. Oké, staat er in de derde een I? Nee. Oké. Dan moeten we weer dus naar de eerste. Dus wat staat er dan nog? Z. Een Z, even zien. Bijstal. Het gaat nu al te langzaam. Nee, die staat er niet bij. G. Dus G, staat er in de tweede een R? Nee. Zien er nog meer in? Nee, dus gaan we weer naar de eerste. Een J? Nee. Een I? Ook niet. We hebben een H. H. Staat er in de tweede een O? Ja. Staat er in de derde een U? Nee. Ja. Oké. Als er in de vierde een S staat. Ja. Dan moet je in de vijfde een E. Ja. Oké, next. Kleurencombi. Kleur onthouden. Oké, scroll goed, helemaal naar boven. Groen knippert. En je hebt nog geen strikes. Nee. Wat heeft de serienummer? Heeft hij toevallig een klikker? Een GCNR. GCNR, nou dat is niet een klinker, dus als groen klikt of knipt, dan moet je groen drukken. Ja. Dat is nou groen, blauw. Groen, geel. Dan.
groen, blauw, groen. Groen, geel, groen. Ja. Groen, blauw, groen, rood. Dat is groen, geel, groen. En dan? Blauw. Dan? Groen, blauw, groen, rood, geel. Dat was groen, geel, groen, blauw en dan? Rood. Dan. Moeten jullie klaar? Oké, we gaan die chaos geven met 1, 2, 3 en ABC. Oké, zien. Staat die? Oké, wat heb je als eerste? Blauw A. Blauw A. Niet knippen. Blauw C. Wel knippen. Oké, volgende. Zwart A. Wel. Dan zie ik alleen niet veel meer, dat is rood C. C, knip. Oké, volgende. En we blauw C. Niet knip. Zwart C. Wel knip. Oké, maar de volgende. En we rood B. Knip. Rood A. Knip. Blauw C. Niet knip. Oké, dan is die klaar. Cut the wires. Oké, dus helemaal weer naar boven. Helemaal naar boven van het document knippen. Oké, hoeveel kabels heb je? 6. Zijn de gele wires? Nee. Oké, is de laatste nummer van de serial number is oneven? Kijk, waar staat die? Is een 2. Dat is niet oneven, oké. Nee. Nou, je hebt dus wel, of je hebt geen gele wires, dus zijn er rode wires? Ja, 1. Oké, dan moet je de vierde wire knippen. Oké, woorden. Hold on staat er, met die 6 knoppen. Woorden. Hold on. Wat staat er rechts onderin? First. Oké, staat er... Even zien, wat first? Staat die, staat er left? Nee. Oké. Nee. Yes. Ja. Oké, next. Niks. Blanco. Helemaal niks staat er. Oké, wat staat links onderin? Boom. Damn it. Dat is de laatste module. Maar in ieder geval, laat een like, achter een keer niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg. Doeg.